Hoi, like deze video voordat deze squishmallow van mijn hoofd afvalt. Oké, daar gaan we. En druk op dat duimpje omhoog. Oh-oh. In de Fan Friday van vandaag ga ik het allergrootste geheim van Brookhaven onthullen. Dit geheim is heel mysterieus en heeft alles met energie te maken. Er is namelijk een hele speciale kamer die je kunt openen door een aantal stappen te ondernemen. Die stappen zijn belangrijk in het proces, maar tegelijkertijd zijn het zelf ook kleine mini-geheimpjes. Dus deze video zit bomvol met verschillende geheimen die je zeer waarschijnlijk nog niet eerder wist. Kan jij raden waar ik op dit moment ben? Ja, dat klopt. In Brookhaven. Maar ik bedoel, waar in Brookhaven? Ja, wow! Bovenop het dak van de Brookhaven school. En hier ben ik niet zonder reden. Want dit is namelijk waar het uiteindelijke gigantische geheim plaats gaat vinden. Als het goed is, is deze kamer hier achter deze muur. Ik loop er nu tegenaan, maar zoals je kunt zien is er geen deur die opent. Ik kan er ook helemaal niet doorheen of zo. En als ik nu eventjes naar de camera ga, kijk, op deze manier kan ik overal naartoe met mijn camera. En ik kan hier zelfs doorheen gaan kijken. Dus ik ga eventjes kijken en... Er is echt helemaal niks. Als ik naar beneden kijk, kan ik zelfs de school zien. Dus dit ziet er niet uit als een geheime kamer of een geheime plek. Hoe kunnen we deze activeren? Daar gaan we aan werken. Dat doen we door te beginnen aan de eerste stap. En daarvoor ga ik naar het ziekenhuis. Woehoe! Maar ik ga er niet in. Ik ga hier zo naar boven en via dit raam naar binnen. Dan ben ik in het geheime gedeelte van het ziekenhuis. En we moeten iets gaan doen. Door in deze kamer naar binnen te lopen en naar links te kijken, zie je hier zo een poster. En als ik hierop klik, gebeurt er iets heel gaafs. Dat ziet er heel spannend uit. Een vuurtje. Dus iets is er gebeurd. Dan gaan we via het ziekenhuis zo naar beneden. En ik loop dan naar de X-ray kamer. Kijk, dit ziet er misschien niet uit als een hele bijzondere kamer, maar er is wel een geheimpje. Namelijk hier achter het bord kan je zo door de muur heen lopen. Wow, er is een geheim kantoortje. Zoveel geheimen. En we zijn nog niet eens bij het grootste geheim. Kijk naar de papieren hier op het bureau. Hier kan je op klikken. Ik hoorde een geluidje, dus we hebben iets aangeklikt wat juist was. Dan ga ik er snel uit en door naar de volgende stap. Zodra ik het ziekenhuis uitga, ga ik naar links, want ik wil namelijk naar het grote rode boerderijhuis. Daar is het al. Wat een gezelligheid, jongens. Ik ga hier zo naar boven klimmen. Oeh. En op een van deze palen zit ergens een knopje. Als het goed is, hebben we die dus geactiveerd. Even kijken, hier zie ik niks. Welke paal is het? Ja, het zal toch niet... Natuurlijk, het is de allerlaatste. In ieder geval, hier is het bruine knopje. En daar ga ik op klikken. Let goed op wat er dan gebeurt. Wow! Deze tekst geeft aan dat we officieel iets geactiveerd hebben. Ik vraag me af wat we dan nog meer moeten doen. Ik neem je mee. Hier zo is een klein huisje dat helemaal verlaten is. Ik vind deze altijd wel echt heel erg spannend. Maar gelukkig gebeurt er niks. Alhoewel, misschien toch wel. Even kijken of we hier ook een knopje kunnen vinden. Als het goed is, is het ergens tussen de koelkast en het aanrecht. Ik moet wel eventjes heel goed gaan onderzoeken. Ik zoom in en oeh ja, het is echt super lastig om te zien. Maar het is dus hier zo. Oh, dit is zo spannend. En go! Seven energy crystals released. Oh-oh. Dit betekent iets heel erg belangrijks. Wat dat precies is... Geen idee. Maar ik weet in ieder geval dat er nu 7 kristallen zijn verspreid over Brookhaven. En deze kristallen moeten we allemaal verzamelen. Dus laten we gaan zoeken naar kristal nummer 1. Ik ben weer terug bij het ziekenhuis. En nu gaan we niet naar deze tweede verdieping, maar ga ik met de trap helemaal naar het dak toe. Ik ga om het dak heen lopen. Ik heb uitzicht op het politiebureau en hier achter me zit de eerste kristal. Oh, je moet gewoon eventjes heel goed kijken. Net in dit kiertje hier zo. En... Oh, ik zie hem zitten. Oké, ik moet er absoluut en zeker op klikken. Let's go. Wow, er staat 1 energy captured. Dus dat betekent dat we onze eerste energiekristal hebben verzameld. Nou moeten we door naar de volgende. Dat is niet eens zo heel erg ver weg.
Het is namelijk bij de kerk. En dat is gewoon hier zo. Oh, kijk nou eens eventjes hoe snel ik het heb gevonden. We gaan naar binnen. Ik kan je laten zien waar de kristal is. Namelijk achter deze plant. Ik kan hem hier zo in het hoekje zien. Maar ik kan er niet op klikken. Omdat hij dan automatisch dit dingetje op mijn hoofd zet. Kijk maar. Oh. Ik ga gewoon op de stoel zitten. En dan kijk ik via de andere kant van de plant. En klik ik op de kristal. Go! Yes, we hebben nu 2 keer energy captured. Oké, nog 5 te gaan. We zijn weer terug bij dit verlaten huisje. En dan gaan we ook weer eventjes heel goed zoeken naar onze kristal. Wacht, ik heb een idee. Ja, hier zo! Dit is echt een perfect hoekje voor een kristal om zich in te verstoppen. Maar gelukkig heb ik hem gevonden. Hier sta ik voor huis nummer 13 en 14. En ik ga naar dit muurtje met het logo van Black Hawk Community erop. Hier heb ik namelijk een heel klein stukje waar er geen gras zit. Dus ik ga er eventjes naar beneden. Wow! En ik weet niet of je dit ziet, maar er zit dus hier ook een klein kristalletje onder. Het is echt heel erg lastig om te zien. Maar gelukkig kan ik er wel op klikken met mijn muis. We hebben er nu 4, jongens. We blijven echt heen en weer reizen hier zo voor deze kristallen. Maar geloof me, het is het waard. Ik rijd nu richting het boerderijhuis. Maar daar moeten we niet zijn. Nee, we moeten hier tegenover zijn. Bij de paardenstallen. Weehee! Weehee! Ik had ook gewoon door de poortjes heen kunnen gaan. Anyway, we hebben hier dus 3 deuren. En ik ga door de middelste deur heen. En dan hebben we hier hooi. Hoi, hoi! Ik ga hier zo achter kijken. Want hier is... Ja! Iets wat ik nodig heb. Klik! Hupsakee! We zijn zo dichtbij. Om ervoor te zorgen dat we niet al te ver hoeven te reizen, ga ik gewoon eventjes op het huisje klikken. Hier zo. Naar de verrekijker. En dan klik ik door naar de North Estate. En dat is huis nummer 33. En go! Oeh, nou, dat scheelt me echt een heleboel lopen. Ik ga hier zo over het heuveltje heen rennen. En hopsakee, dan zie ik hier een bruine heuvel. En hier is, als het goed is, de kristal. Het moet niet zo heel moeilijk te vinden zijn. Oh, kijk nou, ik sta er precies voor. Wat een prachtig mooie kristal. Ik pak hem meteen. Heerlijk. Op naar de laatste. De grap is dat we nu dus eigenlijk wel weer helemaal terug moeten reizen van waar we zojuist vandaan kwamen. Alleen dit keer kan je geen huis gebruiken volgens mij. Dus ik ga gewoon helemaal deze kant op. En zodra we de buurt uit zijn, zie ik hier weer het hele mooie boerderijhuis. Ben je klaar voor de allerlaatste kristal? Want er gaat iets heel bijzonders gebeuren. Zet je schrap. Ik ga naar binnen. En hier moet ik natuurlijk mijn kristal wel eventjes vinden. Het is ergens achter het hooi. Niet aan de rechterkant, maar aan de linkerkant. Even kijken. Yes, ik heb het gevonden. Ik vind het spannend, maar ik ga erop klikken. Nogmaals, let goed op, want er gaat iets gebeuren. En go! Energy crystals are waiting for power. Wow! Jongens, ik heb niks gedaan. Zoals je kunt zien, heeft deze game mij helemaal geteleporteerd bovenaan de boog. Dit is geweldig. De tekst was echt heel erg spannend. Er stond energy crystals die aan het activeren waren met gigantisch veel energie. Oh, en trouwens, kijk eens eventjes heel erg goed naar mijn hand. Oh, ik heb nu energie in mijn hand zitten, jongens. Door mijn gigantische superkracht kan ik gewoon van de boog afspringen. Kon altijd al, maar hè. En dan ren ik zo snel mogelijk door naar het gemeentehuis. Oké, ik loop naar binnen en dan ga ik links van de trap. Hier zo naar de City Water and Power kamer. Dit is namelijk de kamer waar alle energie en water vandaan komt. En... hier zo staat er dat het heel gevaarlijk is. Maar jongens, ik heb een hele bijzondere high voltage hand. Ik ga op de linker hendel klikken en go. Wow, hij is groen geworden. Yes! Wat betekent dat? We gaan erachter komen. Ik loop nu namelijk meteen door naar het ziekenhuis. Als het goed is, is er nu een geheim kamertje dat hier beschikbaar is. En dan bedoel ik niet de geheime kamer hierachter. Nee, er is een geheime kamer in de geheime kamer. Snap je dat nog? Ik klim hier zo bovenop het kastje. Ja. En dan kan je hier er doorheen. Wow! Ik ben verdwenen. Oh, jongens, ik zoom eventjes in. Ja, kijk mij nou eens eventjes. Nou, echt een kamer kun je het niet noemen. Meer gewoon een heel krap, smal gangetje. Maar er is hier iets te vinden. Het is een heel klein mesje. Dus laten we hierop klikken. Oh, dat geluid vind ik altijd zo spannend. Maar tegelijkertijd ook wel heel fijn. Want dat betekent dat we nu eindelijk alles hebben gedaan. Oké, klaar.
Nee, grapje natuurlijk. We moeten terug naar het dak van de school. Zodra je binnen bent, loop je naar links en ga je in het auditorium in. En dan spring je op het podium. Maar we gaan achter de schermen. En dan klim je gewoon omhoog. En tadaa, we zijn op het dak. Dan hebben we hier dus het gedeelte waar we in het begin van deze video waren. Als het goed is, is er nu een geheime kamer. Oh, ik vind het zo spannend. Als ik hier zo sta, dan gebeurt er niks. Maar als het goed is, zodra ik naar links loop, dan is er een deur die open zal gaan. Hier gebeurt er ook nog niks. En hier dan? Nee. En hier? Oh! Wow! Wow! Zien jullie dat? Oh my goodness. De deur is ook weer dicht gegaan. Ben ik nu te laat? Had ik naar binnen moeten gaan? Wat als ik nou even wegloop en dan weer terug ga? Oh, daar gaat die open. Wow! We zijn binnen. Dit is echt geweldig. Kijk nou, we zijn hier zo in de energiekamer en we hebben alle kristallen verzameld. Dus hier hebben we 1, 2, 3. Aan de andere kant zijn nummer 4, 5, 6. En waar is de zevende dan? Oh ja, op deze rode knop. Kijk nou eens eventjes. Maar wacht, wat moeten we doen met deze code en deze rode knop? Nou, ik zou Jamila Lala niet zijn als ik niet wist hoe je de code zou kunnen krijgen. Oké, we gaan het auditorium uit. Nou, gelukkig hoeven we niet al te ver te reizen voor de code. Want ergens op school moeten we die cijfers toch wel kunnen vinden, zou je denken. Laten we even kijken. Hier zo bij de kluisjes. Nee, ik zie het hier ook niet. Staat het misschien op het bord? Nee, daar ook niet. Wacht eens eventjes. In deze school zijn een heleboel plantenbakken verstopt. Ik zie er daar één. En ook zelfs eentje hier zo bij de gym. Op deze plantenbakken komt er een willekeurige code. Maar het is ook een willekeurige plantenbak. Dus, dat is het probleem. Want ik heb geen idee welke plantenbak het is. Maar gelukkig kunnen we natuurlijk eventjes kijken. Laten we hier zo kijken. Nee. Oké, ik kan hier zo naar boven gaan. Dit zijn echt gigantisch grote plantenbakken. Laten we hier naar... Ah! Ja! Ik heb een cijfer. 8, 6, 7, 2, 6. Dat moet ik eventjes goed onthouden. 8, 6, 7, 2, 6. 8, 6, 7, 2, 6. Alrighty, daar gaan we. 8, 6, 7, 2, 6. Volgens mij heb ik het juist onthouden. Nou, daar gaan we achter komen. Het enige wat ik hoef te doen is natuurlijk op deze gigantisch rode knop te drukken. En here we go. Oh, hij is wit geworden. Wow, de hele kamer is veranderd en er is echt een gigantische energiebal hier zo achter me. Dit is dus het gigantisch grote geheim waar we al deze tijd aan hebben gewerkt. Ik vind het zo bijzonder en ook zo mysterieus. Wat is deze energiebal en wat betekent het precies? Nou, in ieder geval is het wel echt heel gaaf. 10 second wrap out. Nikki, Anita, Kim, Senna en Janina. Funny girl, not Luna en Eileen, Karina. Vicky en Naisha, Zoe, Jane, Donna, Hannah. Alaska, Violet, Nora, Kaylee, Millie en Kiana. Over iets anders mysterieus gesproken, ken je deze video al? Hier eventjes klikken als je wilt blijven kijken op mijn kanaal. En vergeet ook niet het woordje wrap-out achter te laten in de comments als je kans wilt maken om met je naam en je reactie in de 10 second wrap-out van volgende week te komen. Doei doei!